Dames en heren, we zijn vanmiddag te gast in het dorpshuis De Es. En natuurlijk treffen we daar ons aller Paula. Paula, we staan hier voor het schilderij van Rijn Pijnenburg uit Vught, geloof ik, hè? De klompenmaker. Ik kan me herinneren dat het op het oude gemeentehuis gehangen heeft. Hoe komt het hier? Nou, wij hadden een plan, de culturele commissie bestaat er in het dorpshuis. We hadden een plan om een tentoonstelling te maken, een of ander schilder uit te nodigen en daar te vragen, mensen die daar ook werk van hem hadden, en dan een tentoonstelling te richten. En dan dacht ik van, eigenlijk moeten we beginnen met S. S heeft heel veel mooie dingen, mooie foto's, mensen die heel veel gefotografeerd hebben, maar ook portretten. Ik wist dat dit op het gemeentehuis had gehangen. Ik dacht, als ik dan eens vraag of ik die mag gebruiken. En dan gaan we een tentoonstelling inrichten van S. En dan de S laat S zien. In al zijn facetten van het gilde, mensen privé gevraagd. En zo is eigenlijk dit zo'n beetje ontstaan. Ja, ik kan me ook herinneren dat je een advertentie gezet hebt in het Essenblad. Ja. En Ploes, op de kabelkrant, ja. Te vragen van mensen, hebben jullie tekeningen, aquarellen, schilderijen, laat horen. Dan kunnen we het ermee gebruiken in onze tentoonstelling. Is daar veel respons op gekomen? Nee, niet zoveel. Je moet toch zelf achter veel dingen achteraan gaan. Hè? Ja, 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 ja. Waar ben je geweest? Nou, ik... De Sint-Jozefzorg dan, onze klompenmaker. Zorgcentrum Sint-Jozef tegenwoordig. Ja, oké. Okay. Ja, en die had een heel mooi, van Kees Bol, een mooi... Ik ben gegaan naar het Gilde, die heel veel mooie oude koppen heeft. En die mocht ik ook gebruiken. Jules van Vught zegt van ons... Opa, die heeft ook mooie dingen geschilderd. Het gaat er maar eens achteraan. Dus toen ben ik aan het bellen gegaan via telefoons. En ik ben toen Boksel op Stapel terechtgekomen van mevrouw Schaffer. En die had een heel mooi stukje van de Ruiting geschilderd door meneer Verschijndel, de vader van Ties. Dat is portret. Zo had ik een aantal portretten. Dus ik heb een portrettenkamertje ingericht in het dorpshuis. Ja, daar staan we nou. Ja. Er was ook wel dingen van S. En die had een heel mooie collectie gemaakt van foto's van in opdracht van de gemeente eigenlijk. En toen zei hij, nou, dan help ik jou wel de stek. Dus al die foto's van Piet kwamen in de stek te hangen. Ja. Heel mooi overzicht. Plus, zegt hij, van als je nou een paar bardlijsten of iets, maar grote lijsten haalt, dan kan ik mooi een collage maken van pastoor Beeks, die pas overleden is. Dan ziet hoe S er toen uitzag van besturen en van... De hele raad die dan in een jacket ermee achteraan hangt. Ja, ja. Ja, dat is heel mooi. Ja, dat is inderdaad. Ja, ja. Was er veel belangstelling? Ja, heel veel. Ja. We hebben ook, dat heb ik nog vergeten te zeggen, ik heb toen ook vermoed... Die. Ja. Dat heb ik ook wel eens gezien, die hele mooie foto's gemaakt had. Die had mooi ingelijst tegenstellingen. Zij heeft al... Dat is een mooi overzicht, ja. Ja, ik weet, Marianne die heeft destijds in het kader van Werk aan de Kerk... Ja, ja. ...in de kerk een expositie gehouden van allerlei spullen die de kerk rijk is. Ja. En een aantal foto's daarvan heb ik hier ook ontdekt. Ja, die hangen er ook bij. Ja. En dan van Piet Jansen de beeldbepaling. Ja. Heel mooi. Ja. Maar iedere keer als hier mensen kwamen, dan was er belangstelling. Ja, ook door de week met de vereniging. Als ze dan, dan mag ik even kijken, want ik weet dat er is en ik kan zondag niet. Maar zondag, je zag ze overal vandaan komen. Ik kom uit Os en ik kom uit Den Bosch en ik heb het gelezen. Ja. En ik ken die en die uit S. Ik ben toch heel benieuwd wat we hier verzameld hebben. Ja. Ja. Moest jij nou ook elke keer mee om toelichting te geven? Of viel er nee, ik heb wat informatie bijgehangen, zoveel mogelijk.
Vooral vanuit het streekarchief, waar ik ook materiaal heb gehaald. Het oude kerkje van 1700 nog, die erbij hangt. Ja. En dan wat knipsels erbij, wat aantekeningen. Dan gaat het pas leven. Hoe meer informatie je erbij geeft, hoe mooier dat het wordt. Hè? Ja. Ja. En heel vaak kwamen ze met hele families, dus die daar helpen elkaar wel. En als je dan zag dat mensen niet alleen waren, dan kun je een beetje aanwijzing geven van... kijk daar eens naar, of dat is die titel, of zo. Ja, nou is het vandaag al 17 januari. Ja. En morgen is het de laatste dag van de tentoonstelling. Had je hem niet graag wat langer hier houden? Ja, natuurlijk wel. Want zeker omdat je mooi ingericht is. Maar alles komt van carnaval. Er komt prinsenbal en zittingsavonden. En dan kun je niet meer beschermen. Je kunt dit nog een beetje beschermen als er een fanfare of zo, of iemand erin zit. Maar niet meer als het carnaval gaat gebeuren. Ja. Dus jammer, dan moet je hem opruimen. Ja. Hebben jullie trouwens al plannen voor een volgend evenement? Jazeker wel. Mag je er wat van zeggen? Nou, we doen in ieder geval een thema nemen. Als je dan zegt van S, dan hebben we S laat S zien. Maar neem eens een thema van S in water. Misschien dat we dan het nieuwjaar gaan doen. Er is zoveel van laten zien. Ja. Dus, daar zijn jullie over bezig? Nee, daar loopt in je gedachten mee. Als je nou komt, mensen die nou rondlopen, die zeggen van, goh, ik mis de kiosk. Ik heb de kiosk niet gezien. Ja, die heb ik wel, met de fanfare, die op de kiosk zit. Maar alleen waar is de tentoonstelling ingericht? Waar moet je hem dan tussen hangen? Ja. Niet bij de schilderijen, niet bij de portretten. Ja. Past het niet. Dan zeg je, dan neem je thema muziek. Dus dan gaan we aan werken wat voor een thema dat wordt. Ja. Maar er komt vast een nieuwe tentoonstelling. Oh, goed zo. Ja. Nou, fijn. Ja. Dat is heel leuk om te doen ook. Ja. 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 Je hebt er echt zin in gekregen, begrijp ik. Het heeft me altijd wel een beetje geboeid zulke dingen te doen. Maar zeker als het gelukt is en mensen komen kijken. En dat is toch wel leuk om te doen. Ja. Mooi zo. Bedankt Paula. Ja, en succes voor de volgende keer. Ja, dankjewel. Dat was het, beste kijkers. Tot de volgende keer. Als de S weer iets van de S laat zien. In een tijd dat autorijden steeds duurder wordt, biedt CarParts Best u de gelegenheid uw auto goedkoop te repareren. CarParts Best is een onderdeel van garagebedrijf Erik Pijnenburg uit S. CarParts Best voor al uw gebruikte auto-onderdelen. Ook kunt u bij ons terecht voor het huren van een personen- of bestelauto. Gegarandeerd tegen het goedkoopste tarief uit de regio. Neem eens vrijblijvend contact met ons op en informeer naar onze service en scherpe prijzen. U zult merken, bij CarParts Best bent u altijd het beste af. We hebben immers een goede naam hoog te houden. De vakman. Nog steeds zijn er mensen die een doe-het-zelf artikelen gaan kopen in Bokstel of Vught. Maar waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Loop eens binnen bij de vakman op de Groenweg. Daar kunt u terecht voor al uw doe-het-zelf artikelen. Ook op het gebied van gereedschap en ijzerwaren is er een uitgebreid assortiment aanwezig. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. Alleen als u duurder uit wilt zijn. Tot ziens bij de vakman, de man die alles heeft en kan. De CVB-bank blijft verrassen. Vorig jaar de naamsverandering en nu hebben we weer iets nieuws. Naast de alledaagse bankzaken kunt u voortaan ook terecht voor het invullen van de belastingsformulieren en adviezen. De CVB-bank werkt voortaan samen met adviesbureau Van Minderhout. Met al uw vragen kunt u dus voortaan bij ons terecht.
op ons vertrouwde adres op de Vinkenheuvel. De CVB-bank van Minderhout, een combinatie voor de toekomst. Loop gerust eens binnen en maak kennis met de nieuwe mogelijkheden. Zin in een lekker glas bier of een goed stukje eten? Loop dan eens binnen bij Café de Twee Zwaantjes in Es. De gastvrijheid van familie Van der A biedt u de mogelijkheid voor een bordje biljart of een middag op het zonnige terras. Bij de Twee Zwaantjes bent u op de juiste plaats als u op zoek bent naar Brabantse gezelligheid. Ook voor een uitstapje met uw familie is dat het juiste adres. Naar wens kunt u bij de Zwaantjes genieten van uw eigen kookkunst op de Bolle Jaap. Ook kunt u de tijd doorbrengen met Oud-Hollandse Spelen geheel door Hans verzorgd. Maar wat u daar zeker niet moet laten, is het genieten van een lekker getapt biertje van hoogstaande kwaliteit. Café de Twee Zwaantjes, een Brabants café. De moeite waard om eens binnen te lopen. Ja, en daar zitten we dan bij Peter en Paulien Broeders en bij Laurien in de huiskamer. Peter, we komen hier niet zomaar terecht. Want ik denk dat de meeste mensen in Es intussen weten dat jij bij ons diaken bent geworden. Mm-hmm. Jij bent dus diaken gewijd. Waar is dat gebeurd? Ja, ik ben diaken gewijd op zaterdag 27 september, vorig jaar, 97. En dat gebeurde in een volle Sint-Jan in Den Bosch. En daar ben ik samen met drie anderen gewijd tot de diaken door de bisschop, onze bisschop. Ja. Zullen we even naar enkele beelden gaan kijken? Prima. Peter Broeders. Ja, hier ben ik. Belooft u mij en mijn opvolgers eerbied en gehoorzaamheid? Broeders en zusters, laten wij bidden tot God, de Almachtige Vader, dat Hij de genade van de wijding uitstort over hen die Hij roept tot het ambt van de diaken. Wij knielen alle neer. Thank you.
Ontvang het evangelie van Christus. Ge moet het verkondigen door het voor te lezen, door uw geloof en uw onderricht en door zelf te doen wat gij de mensen voorhoudt. Keus om diaken te worden? Ja, dat is niet iets wat van de een op de andere dag komt. Daar zit een hele geschiedenis voor. En het is een beetje begonnen toen ik economie studeerde in Tilburg en in Boxtel woonde. Tijdens mijn economiestudie ben ik mezelf wat meer gaan verdiepen in het geloof, in wat de Rooms-Katholieke Kerk voor mij zou kunnen betekenen. En in het begin kreeg dat eigenlijk vooral de vorm dat ik zelf in de Bijbel ging lezen. Ik werd ook lector in de Petrusprochie toen. En ik wilde daar, merkte ik, toch wel wat meer handen en voeten aan geven. Dat heeft er in eerste instantie toe geresulteerd dat ik theologie ben gaan studeren aan de, toen heette dat de katholieke leergangen in Tilburg. Ja. En ja, je bent dan met die studie bezig en je begint er eigenlijk heel voorzichtig aan. Vanuit het idee van, het heeft mijn belangstelling, ik wil er meer van weten, dit is daar een manier voor. Maar je merkt dan ook dat je er inderdaad meer mee wil gaan doen. En dan begin je zo'n beetje te zoeken, wat zou nou voor mij een weg kunnen zijn. En gaandeweg groeide het idee dat het permanent diaconaat een weg voor mij zou kunnen zijn. En wat zijn nou de kenmerken van die weg van het permanent diaconaat? Nou, heel belangrijk is denk ik het gegeven dat een permanent diaken gehuwd kan zijn. Ja. We zouden hier nu niet zitten als ik priester was geworden. Dan zouden we in ieder geval heel anders zitten zonder de twee buurvrouwen. Ja. Permanent diaconaat, je kunt gehuwd zijn. Maar het is toch een kerkelijk ambt, een gewijd ambt. En voor mij leek mij dat, zo groeiende in die jaren, de manier om mijn engagement bij geloof en kerk, en daarmee ook het engagement wat je bij andere mensen hebt, om dat te concretiseren. Ja. Hoe lang zijn jullie nou getrouwd? Wij zijn nu komende juli 5 jaar getrouwd. Het speelde al voordat jullie getrouwd waren? Ja. Dus Paulien die werd ermee geconfronteerd. En Paulien, wat vond jij ervan? Ik werd er inderdaad al vrij snel mee geconfronteerd toen we nog maar net verkering hadden eigenlijk. Toen begon hij al te vertellen dat hij daaraan zat te denken, aan dat diaconaat. En ik moest in eerste instantie daar wel even aan wennen. Toch het vooruitzicht van een man die diaken zal zijn. Want het vraagt gewoon van de vrouw van de diak ook wat. Je moet er echt achter staan. Maar ik kan ook echt zeggen dat ik er ook wel achter sta. Ja, en dat ik blij ben dat hij deze keuze gemaakt heeft. Ja, want het betekent voor jou dat je hem bijvoorbeeld 's avonds in de bekende vrije tijd vaak kwijt bent. Dat Peter vaak weg is, ja. Dat klopt. Ja. Ik denk dat het goed is ook om te zeggen dat het speelde toen wel als idee, maar het was nog niet helemaal uitontwikkeld. Nee. Ik denk toch dat in de jaren daarna, en ik ben ook met theologiestudie verder gegaan, later theologische faculteit, in de jaren daarna is het steeds meer eigenlijk iets van ons tweeën geworden. Dat kon je ook aardig zien in die beelden dan net bij de wijding, waar de vrouwen ook duidelijk betrokken worden, doordat zij het ambtsgewaad, de stola, die
zo schuin loopt. In tegenstelling tot die bij de pastoren in Hes ook. Priesters dragen de stola zo, de jakers dragen hem zo. Maar ze deden dus de stola van ons na de wijding en daaroverheen de dalmatiek. Het ambtsgewaad voor chicere gelegenheden. Ja. Ja. Heel goed. Wat wordt jouw taak in de S? Ja, ik ben per 1 november benoemd in S. En ik denk dat je het kunt samenvatten dat ik benoemd ben om pastoor Smulders in zijn pastorale zorg voor S te ondersteunen. En daar is niet een hele, in ieder geval niet van de kant van het bisdom, een hele concrete taakomschrijving bijgegeven. Maar met name dus met de pastoor zijn we samen gaan kijken van nou, wat zou ik het beste kunnen doen. We zijn onder meer ertoe gekomen dat ik 1 weekend per maand preek. Ja. Tenminste 1 zondag in de maand doop ik ook. Het hangt een beetje vanaf hoeveel dopelingen er zijn. Net zoals in mijn stage, want ik heb ook stage gelopen in S voordat ik diaken werd. Zal ik me gaan bezighouden met de voorbereiding Eerste Communie en Vormsel. Vooral dan wat de ouderavonden betreft. Daarnaast is het zo dat, en dat wil ik ook nog graag bij deze gelegenheid nog een keer zeggen, dat ieder die mij graag zou willen spreken, die is van harte uitgenodigd om met mij contact op te nemen. Ik kom graag bij mensen op bezoek die behoefte hebben aan een gesprek. Hoe kunnen ze contact met jou opnemen? Ja, eigenlijk op 2 manieren. Ze kunnen mijn eigen telefoonnummer bellen. Dat is 623-684. En daarnaast kunnen ze ook altijd de pastorie bellen en de pastoor weet mij uitstekend te vinden. Oh ja. Nou, misschien het verhaal te completeren. Het is zo dat ik wel, ook al preek ik dan 1 keer in de maand, maar wel iedere weekend in de S te vinden ben. Ik assisteer 1 keer per weekend, afwisselend op zaterdag en zondag, als diaken in de Eucharistieviering. En daarnaast is het een beetje van, wat komt er allemaal zo toevallig aan de orde? Ik heb wat artikeltjes voor het S-blad geschreven. Binnenkort zal er een artikeltje van mij in de brug staan. Dat soort dingen gebeuren ook allemaal. Toen de pastoor op vakantie was, ben ik 2 keer in een communieviering voorgegaan door de weeks. Ja, dat weet ik. Dus we laten het een beetje afhangen van wat er zo wel komt. Ja. En daarnaast ben je natuurlijk toch beperkt in je tijd. Dat is gewoon een feit. Met al die woorden is het best ingewikkeld, maar ik ben dus part-time permanent diaken. Ja. Permanent slaat op het feit dat ik als gehuurde man diaken ben, maar niet zoals de zogenaamde transuntdiakens priester wordt hierna. Ja. Part-time slaat op het feit dat ik maar een deel van mijn tijd erin kan steken. Ja. En ik ben namelijk benoemd om het in mijn vrije tijd naast mijn gewone baan te doen. En wat dat betreft, dat heeft pastoor 1 keer heel mooi gezegd in een eucharistieviering tijdens de preek. In financiële zin word ik behandeld als vrijwilliger. Ja. Dus om iedereen in Esther gerust te stellen. Dat is heel duidelijk. Ja. Jouw komst kost de brokje niks extra. Nee, precies. Ja. Hoogstens dat we eens een keer een andere preek krijgen. Want ik kan me nog herinneren, jouw eerste preek die begon meteen met Spice Girls en weet ik wat al niet meer. En meteen waren er reacties in de kerk. Dat kon je merken. Ja. Maar de aandacht is... Dat geldt voor ieder die preekt, denk ik. Maar je probeert toch een band te leggen met de actualiteit. En dat proberen we allemaal op onze eigen manier. En ik zeg, de ene keer lukt het beter dan de andere keer natuurlijk. Ja. Jij hebt al ontmoetingen gehad in S, denk ik, hè? Mm-hmm. Met gesprekken met deze en gene. Mm-hmm. Daar heb je goede herinneringen aan overgehouden, denk ik. Ja, eigenlijk, en dat gold zowel voor de stage als mijn tijd als diaken... kan ik niet anders zeggen dat ik het gevoel heb heel welkom te zijn in S. Mensen moeten natuurlijk best een beetje wennen aan het fenomeen diaken. Ja. Ja, dat is ook niet onbegrijpelijk. En daar steekt ook soms de wens achter dat ik degene zou zijn die pastoor Smulders zou kunnen opvolgen. Ja. En daar moet ik de mensen dan in teleurstellen. Om diverse redenen. Om te beginnen is het zo dat een parochie altijd onder leiding staat van een pastoor. Ja. En de pastoor is altijd een priester. Dat heeft trouwens ook weer iets geruststellends, want het betekent dat S in alle gevallen een nieuwe pastoor zal krijgen. De enige vraag die er is, of die in S zal wonen en of hij gedeeld zal moeten worden met een andere prochie. Ja. Maar een nieuwe pastoor komt er. Dat is 1 ding. Daarnaast geldt dat
ja, sinds eeuwen al de Eucharistie het liturgisch hart is van een parochiegemeenschap. En daar is een priester voor nodig. Ja. De andere kant is wel dat een diaken, net zoals anderen, maar ook nog op een wat bijzondere wijze, omdat hij ook een gewijd ambt bekleedt, in staat is om een priester te ondersteunen in zijn werkzaamheden. En in dat kader zie je bijvoorbeeld ook wel eens dat een diaken de dagelijkse pastorale zorg krijgt in een parochie als de pastoor op afstand woont. Maar of het allemaal zo zal gaan, dat is allemaal volkomen onduidelijk. Feit is dat ik alleen maar mijn beperkte vrije tijd beschikbaar heb. En dat beperkt gewoon ook. Ja, betekent het nou, onze pastoor die gaat op 16 juli weg. Mm-hmm. Over een half jaar. Als hij vertrekt, hou jij dan de lamp nog even brandend tot de opvolger van de pastoor er is? Of hoe werkt dat? Ik heb geen idee. Ik bedoel, het is niet eens duidelijk of er op 16 juli geen nieuwe pastoor zal zijn. He, daar gaan we nee, he, dat is één ding. Ten tweede, de lamp zal dus op een aantal punten, en dan denk ik met name op de Eucharistie, niet door mij brandend gehouden kunnen worden. Maar, dat is duidelijk. Maar op een aantal andere zaken ben ik in ieder geval bereid om me daar voor in te zetten. Maar het kan ook heel anders gaan. Het hangt uiteindelijk van het bisdom af. In principe ben ik ook benoemd, zei ik al, om pastoor Smulders te ondersteunen. Ja. En wat dat voor 16 juli gaat betekenen, is dus onduidelijk. Dat betekent dus, als pastoor vertrekt, ben jij ook weg? Nou, niet met zoveel woorden. Ik bedoel, het is meer zo dat het bisdom heeft, denk ik, volkomen terecht. Omdat er nogal wat gebeurt. Pastoor zei dat bij het Hallo 98-programma ook, denk ik, heel terecht. Er is heel veel gebeurd hier, of er gaat heel veel gebeuren. Pastoor hier in Haren die gaat vertrekken. Pastoor in Vught is eigenlijk heel plotseling vertrokken. En het bisdom heeft denk ik het idee dat ze gewoon alles dadelijk eens op een rijtje willen zetten. En daar allemaal een totaalplaatje van wil maken. En ze willen dus zoveel mogelijk de handen vrij hebben. Ja, daar kan ik ook wel. Het is overigens heel gebruikelijk dat een diaken altijd benoemd wordt, ook gekoppeld aan de pastoor. Want het is natuurlijk toch heel belangrijk dat pastoor en diaken een team vormen en samen kunnen werken. Ja. Dus dat speelt ook een rol om altijd diezelfde data te hanteren. Ja. En over die samenwerking heb jij op dit moment helemaal niet te klagen. Ik heb niet te klagen. Nee. Nee, prima. Heel fijn. Ik wens je een hele goede tijd toe in S. En onszelf dus ook. Want voorlopig denk ik dat wij het heel goed kunnen stellen met onze diaken. Dankjewel. Circus Dumbo. En dat staat op de CD van de Knoesjes. Kom ik straks. Oh, ik heb weer een heleboel dingen waar ik straks allemaal op terugkom. Maar in ieder geval, één ding is zeker: het wordt een hele leuke, gezellige avond. Dames en heren, Circus Dumbo, daar gaan we mee beginnen.
Meneer, denk wat is nodig aan de hand? Verdwijnen wel. Door middel van een persoonlijke handdruk en soms nog verdergaande ontboezemingen heb ik u al laten weten hoezeer we op prijs stellen dat we elkaar hier de nieuwjaarswensen kunnen toespreken. We gaan nog een keer hier ook in het openbaar de wensen uitspreken dat 1998 zich laat kenmerken door begrippen als veel gezondheid, veel respectvol omgaan met elkaar en het kan ook de nodige voorspoed. Dat wens ik u ouwe en S ook als gemeenschap heel graag toe. Waarom een belangstelling voor S waar ik zojuist al op doelde? Wat fijn dat ook een culturele commissie hier actief is met onze onvolprezen Paula Bergman, met Betje van Herpen, met Jeanette van Doren, met Piet Jansen en zo zijn er nog meer die te bescheiden zich hier wat achter opgesteld hebben en eigenlijk hier hadden zich moeten opstellen, maar dat wil ik kennelijk zelf niet. En wat fijn dat zoveel mensen, stichtingen, instellingen spontaan meewerking hebben willen verlenen aan deze expositie. Piet Jansen, heel erg betrokken ook bij het wel en weer van S, die foto's gemaakt. Marianne van der Groen, die ik ook nu hier nog niet heb mogen begroeten, maar waarvan ik weet dat ze ook op dit terrein over grote kwaliteit beschikt, heeft foto's ter beschikking gesteld. Het streekarchief, als bedoeld wordt het streekarchief van Vught, dan heb ik indirect nog aan mee mogen werken omdat ik voorzitter van het streekarchief ben. Sint-Jozef Zorg, waar ik straks nog even op terugkom, de Witte Zusters. Er zijn meneer Van Woensel, die ik net al even begroet heb en ook veel te bescheiden erachteraan staat. Nu met veel plezier, zo zei hij me net, in Vught woont. Maar niet alleen maar bekend is vanwege pentekening, maar daar wel zijn eerste bekendheid mee verworven heeft. Liedjes en teksten van voormalig pastoor Beeks, die in 1997 is overleden. Kortom, ik denk dat er zoveel te zien is dat u alle iets van uw gading zult vinden. Iets van uw schilderingen helemaal niet meer. Boven die schaduw werd je nog helemaal aan de gang. Ik zeg voor het nageslacht welke mooie kanten het dorp S, een van de vier mooie dorpen van de nieuwe gemeente Haren, welke mooie facetten de S heeft. Ik heb al gesproken over Sint-Jozef Zorg, de schilderij van de nog steeds levende en zeer beroemde Kees Bol, woonachtig midden in Heusden. Ik heb iemand een aantal keren mogen ontmoeten, meer dan boeiende. Boeiende kunstenaar die ook een aantal jaar geleden op de NCRV televisie een heel programma aangeweid is waar hij en in Heus, maar ook in zijn fraaie huis in Frankrijk de natuur op een geweldige manier weet vast te leggen. Gefascineerd en door dat grote wat ruiger in Frankrijk, maar ook de rivierlandschappen in bijzonder hier ook in Nederland, maar ook op andere facetten ook een heel fraai schilderij heeft geproduceerd en dat hier nu tentoon wordt gesteld. Kortom. U hebt, hoop ik, wel begrepen dat ik heel enthousiast ben over hetgeen wat hier is gebeurd. Heel veel dank en waardering ook weer aan die mensen die dit initiatief hebben genomen en die ook voor en achter de schermen eraan hebben willen meewerken. Ik hoop van harte dat u heel veel belangstelling zult hebben en ook heel veel waardering, want ik vind dat u die toekomt en mag ik dan hiermee deze expositie als geopend verklaren. Dank u wel. Wie komt? Ja, ik wil het wel. Ik wil het wel.
wisseling. Die in 1989 is gestart in Frankrijk en waar wij als S in 1990 een enorme push hebben gegeven. Dat was het dan. Ja? En... De burgemeestersbijeenkomst is besloten het initiatief van S om in het jaar 2005 opnieuw S Europees Trefpunt hier de grote Europese manifestatie te kunnen. Is altijd, hoe moeten we dat financieren? En om dat laatste even terug te komen, zullen wij, en dat is dan ook een wens voor ons in 1998, zullen wij dus bij u aankloppen, wij zullen bij de bedrijven aankloppen, wij zullen proberen een paar hoofdsponsors te vinden die ons nu al willen ondersteunen. Wij willen ze ook u als particulier proberen te wat? Verleiden om ook hierin mee te doen als vrienden van het S-Europees Trefpunt, waardoor u dan ook als tegenprestatie van de organisatie meedenkt, meeloodt voor de manifestaties die dan komen gaan in Europa. En we moeten nog naar Portugal, we moeten nog naar Finland, we moeten nog naar Griekenland. Italie, Lucien Majorus, que je remercie pour le nom de tous et que je demande d'applaudir. Jeanette Konings. Je hoort er nog van. Ja, bedankt. Dat betekent dat we doorgaan met in ieder geval vier nieuwe jongeren. Zoals ik al zei, die brieven waren dermate enthousiast. Ja, de basis er gewoon is. Even aan jou de taak. Nummer 11. 11. Joris van der Langenberg. Eerst niet, maar het kan wel overgebracht worden. Dat is wel erg. Nummer 12. Nummer 12. Lars Snellaas. De premier minister zegt die drie medewerkers. Die zal nog aan jullie komen, want ik lief. En Martinen ging op via de leerpersonaal. Madame Tiltjes, Madame Engeldinge Wana en de heer Schiel, ze schiessen op Najas. Groep.
kerkje dus die al eerder aan bod geweest is, maar die een dermate groot aantal leden heeft dat ze dus wederom nu voor het eerst extra in aanmerking kunnen komen. Bridgeclub S. Dat is een sportvereniging bij. Diegene die loting te laten verrichten. Ik zou graag meneer Bessoor uitnodigen om de loting te verrichten voor sociaal cultureel. Ja, dat past precies. Maar dat is wel gedaan. Wie zijn de sociaal cultureel? Dat is heel goed. Hij heeft dat met de kerk. Kerstbomen, hè? Die worden uitgedund. Wat er dan overschiet staat op ongeveer 2 meter. Daarna wordt er weer uitgedund. Wij hebben die groeperingen als totaal. Et de pouvoir ainsi faire un peu plus d'Europe, soyez-en remerciés, car vous participez sans doute à ce qui est essentiel, à savoir. Sociaal cultureel. En ik zou graag iemand die in het verleden ontzettend veel activiteiten verricht heeft voor het S-Europese trefpunt en ook in 1990 dat ten volle gedragen heeft. Ik zou graag Marjan van der Groen uitnodigen om dat te doen. Sociaal cultureel. Dat wordt een heleboel. Wie wordt het? Nummer 10, en dat is toch wel weer leuk. Omdat er... in ieder geval rond zijn met deze loting. Ik. En u hoort van ons, u hoort van het bestuur wanneer de eerste bijeenkomsten zijn om het een en ander organisatorisch te regelen. Nog een prettige dag, tot volgend jaar.
weet dat nou toch? Ja. Ik heb niet meegezet. Dat niet? Nee, dat niet. Wel veel rot, hè? Moet wel. Thank you.
al gereden. Welkom bij deze eerste uitzending in 1998 van Steunzender van de Maand. Ook wil ik onze kijkers in Haren, Helvoort en Wiesemorten welkom heten en iedereen nog een heel goed 1998 toewensen. En zoals jullie zien sta ik in een bloemenzaak. Deze winkel is van Bart en die schenkt iedere maand een hele mooie grote bos bloemen aan onze steunzender. Nee, dit kaksje kan alleen heel lang in de grond. Echt op, hoef je zo'n voeding als erin te zitten. Je kunt gelijk een beetje met een cactus. En wat houdt dat in? En Esther is hier een heel mooi boeket bloemen aan het maken voor onze steunzender. Nou, kijk eens aan. Alsjeblieft. Dankjewel Esther. Dit is dus de bloemen die wij deze maand aan steunzender gaan geven. De mensen uit Es steunen Loes door een tientje per jaar te betalen. Door middel van de computer wordt er een naam gekozen en die wordt dan steunzender van de maand. En die gaan we dus verrassen met dit mooie boeket bloemen. Maar dat is nog niet alles. Wat hebben we nog meer voor onze steunzender iedere maand? Een hele mooie mand met fruit. Die beschikbaar wordt gesteld door de groenteboer die iedere zaterdag op een marktplein in Es staat. Steun zullen er allemaal voor doen. Ja.
We laten wat korte filmpjes zien van de nieuwe steunzender. En als u denkt dat u de steunzender bent, bel dan vanavond nog 60 14 62. En het nummer staat nu onder in beeld. Papa! Ja? En voor de mensen buiten S, die kunnen natuurlijk ook zo'n mooie fruitmand en een mooie bos bloemen krijgen. Word dus vanavond nog steunzender van Loes en bel 60 14 62 en misschien zien we u daar wel de volgende keer. We zijn hier vandaag te gast in Dorpshuis de S. Hier zijn vandaag de repetities van de KKF. En wat dat allemaal precies inhoudt, dat krijgen we zo te horen. Maar jullie kunnen nu alvast naar de repetities gaan kijken. Hier in Dorpshuis de S. Naast mij zitten twee organisatoren van KKNF, mag ik het zo zeggen? Ja. Ja? Oké, nou, ik heb een paar vragen voor jullie. Om te beginnen, kunnen jullie vertellen wat de afkorting KKF betekent? Het Kinder Cupcakes Festival. Nou, hele mond vol, hè? Ja. Welke kinderen mogen er deelnemen? Zeker de Raad van 11, daar is het voor bedoeld. Meestal nemen we groep 8 helemaal mee, maar omdat de groepen in S vaak klein zijn, wordt beter in de toekomst, ja. Nemen we groep 7 ook mee. En dit jaar is het echt groep 7 en groep 8. Ja, we hebben net even gekeken, maar nou petje af voor jullie hoor, dat moet ik wel zeggen.
Maar dit jaar zijn het heel veel kinderen. Normaal is het niet 35. 30 is eigenlijk het Ja. En hoeveel zijn ze nou dan? 35. Ja. Dat is wel een heel... Ja, iedereen wil altijd meedoen. Ja. Waar vindt het KKF plaats? In Kaatsheuvel, dit jaar. Ah, ja. En zijn er prijzen te verdienen of gaat het echt alleen om de eer? Nee, het gaat ook om de prijzen. Een eerste, een tweede en een derde prijs is er. Zowel in de optocht, want er is ook een optocht. Het is niet alleen het toneelstukje, het is een optocht. En een voordracht op hetzelfde thema. Je hebt de eerste en de tweede en derde prijs. En verder is iedereen vier. Dat is kindvriendelijk. Dus eerste drie worden vernoemd. Mm-hmm. En dan heb je nog een totaal. Dat is de Keinderkop. Mm-hmm. He, die is te verdienen. Hebben wij nog nooit gewonnen. Nee, die winnen wij dit jaar. Ja. Maar dat is binnen en buiten samen opgeteld de meeste punten. Ah, zo ja. Ja. En je had het net al over een thema. Wat is het thema van S dit jaar? Het thema is voor alle dorpen hetzelfde. Dat wordt aangereikt door het organiserende dorp. En het thema is dit jaar, het is steen of taal. Dat hoorden we net wel. Dus daar kun je heel veel kanten mee in. Net zo moeilijk als dat makkelijk is. Ja. En daar moet je dan op verzinnen hoe je 15 minuten toneelstuk, of ja, het is meer revue-achtig. Ja, tenminste, kiezen wij het altijd voor. Ja. Ze kiezen allemaal heel verschillend natuurlijk. En dat mag dan 15 minuten duren en de optocht is ook... Het is het een of het ander. En dan moet je dan ook invullen naar wat je zelf bedenkt. Je moet het zelf bedenken, maar ieder dorp heeft hetzelfde thema. Ja. Daar moet ieder zich aan houden. Ja. En hoe lang doen jullie er allemaal mee? Of hoe lang doen wij er allemaal mee, laat het zo zeggen? Wij doen dit jaar voor de 11e keer mee. Dus het feest. We zijn er echt 11 jaar bij. Ja. Om dan ook? Is er nog... Nee. Nou, we hebben soms hulp van ouders. Hè? Mm-hmm. Dus we hebben ons groepje zelf en we vragen wel eens aan ouders of tussen... voor kleding willen zorgen of mee aan de decors komen schilderen, maar meestal niet en vaak. En onze mannen. Ja, alle mannen worden ook ingepland. Hè. En zeker de dag van de uitvoering. Wim zijn bus, niet te vergeten. Ja. Ieder jaar. En decor opbouwen, dat is echt mannenwerk. Ja. Niet te geven het woord aan jullie. Waar is het los? Wanneer? Waar? En hoe laat? Tel het maar. Oh, dat willen we heel graag zeggen, want we hebben helaas... Voorheen door het Snertconcert, vorig jaar was geen Snertconcert, maar toch heel weinig supporters. Dus wij willen iedereen oproepen om naar de Essen Jeugd te komen kijken. Ja. Op 15 februari om 2:00 vangt aan. We zijn nummer 1, dus we beginnen om 2:00. Dat we massaal publiek hebben, want het helpt de kinderen. En het helpt soms bij de jury. Ja. In Kaatsheuvel. In Kaatsheuvel. Ja. Nou, ik wil jullie heel veel succes toe wensen. Ik hoop dat er veel publiek zal komen kijken naar jullie. En heel veel succes met de voorbereidingen. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Dat lukt wel. Dankjewel. Het vroegere jongerenkoor heeft eind 1997 het jaar afgesloten met het zingen met Kerstmis. Nu begin 1998 is er een nieuw jongerenkoor en die zingen vanavond op 17 januari hun eerste mis. Om nu toch een beetje de spanning te voelen die er leeft met het nieuwe koor, hebben we een gesprek met Sonja Kerkhoff. Sonja, ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig en daarom wil ik eigenlijk eens weten wie is Sonja. Nou, Sonja is iemand die 7 jaar geleden in Es komen wonen. Ben toen getrouwd en ben toen uit Vught naar Es gegaan. En ik, mijn grootste hobby is natuurlijk zingen. En daar heb ik eigenlijk tot nu toe best veel mee gedaan. Ik denk dat de meeste mensen mij wel eens gezien hebben. En daar is het eigenlijk zo'n beetje mee begonnen. Je bent geen echte Essenaar. Maar dan moet je toch wel echt een hele grote hobby zijn om te besluiten om in Es een koor op te gaan richten. Heb je meer koorervaring? Vroeger heb ik altijd in Vught bij verschillende koren gezeten. Van gemengd koor tot kinderkoor, meisjeskoor. Ik heb eigenlijk het meeste wel gedaan. En ook best veel kennis van muziek opgedaan, denk ik, qua zang tenminste. En ik heb daar zin in om dat nu eens wat uit te breiden. En de uitbreiding, dat is dus een kerkkoortje, zeg maar.
een kerkkoortje. Is het idee naar je toegeschoven of zeg je van God, een kerkkoor, we hadden een kerkkoor, een jongere kerkkoor, we hebben nu een nieuw jongere kerkkoor? Ja, we hadden een oud jongere koor, wel bekend denk ik bij iedereen. Daar is de vraag geweest of dat die mensen bereid waren wat vaker te zingen in de kerk op zaterdagavond. Nou, de meesten hadden het druk. En die vraag kwam eigenlijk niet te sprake. Toen heb ik gedacht, nou, er moet toch iets anders zijn. De mensen moeten toch willen zingen, tenminste een bepaalde andere groep mensen. In eerste instantie had ik zoiets van een groep van 20 tot 29 jaar. Die wilde zingen één keer in de maand, vond ik eigenlijk genoeg. En die groep die bleek er dus niet te zijn. Tenminste 20 tot 29-jarigen hadden daar niet zoveel interesse in. De groep is, ja, de gemiddelde leeftijd is wat ouder worden, rond de 30, 32 jaar. Maar het is toch gelukt en er zijn nu zo'n 24 man die toch bereid wil zijn één keer in de vier weken, zes weken te zingen. En dat zijn dus mensen, allemaal bijna verse mensen, zeg maar? Hoezo verse? Ja, niet van het oudere koor? Nee, er is één iemand van het oud-jongere koor bij en de rest is allemaal nieuw. En die mensen, die heb je, zijn het kennissen, zijn het vriendinnen, zijn allemaal echt, zijn het Essenaren? Ik begon eigenlijk met een lijstje van 8-9 mensen die dus eigenlijk kennissen waren. Ik had zoiets van, God, zing toch mee, en dat is best leuk. En, ja, de meesten zijn daarin getrapt. Daar is zich uitgebreid weer met familie, vrienden en kennissen van die mensen. Oh, dat is mooi. Dus het is eigenlijk heel belangrijk dat vanavond gewoon ook, naast dat het goed gaat, ook gezellig is. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja. Je gaat zingen net vandaag, 17 januari. Is het ook omdat het een bepaalde zaterdag is? Of is het puur toeval dat jullie op dit moment gereed waren om op te gaan treden? Nou, we waren eigenlijk al vanaf oktober bezig met repeteren. Ik heb zelf zoiets van, als je dus al een aantal weken bezig bent met de repetitie, zul je ook hier een uitvoering moeten geven en wil het leuk blijven. En zodoende heb ik dus eigenlijk 17 januari geprikt. Nou goed, we hebben wat makkelijkere nummers uitgekozen en we hopen dat het goed gaat. Ja, wij zullen ook een stukje uitzenden nog van de mis vandaag. We doen maar een heel klein stukje, dat de mensen in ieder geval, als ze denken van, hey, dat is leuk, dat het ook in de kerk wat drukker wordt om echt een volledige mis te kunnen zien. Zijn er nog, natuurlijk ben je altijd nog op zoek naar leden. Nou, zijn we nu even in de gelegenheid om een paar mensen, misschien die kijken naar deze stukje uitzending, aan te spreken. Die willen natuurlijk weten, wanneer repeteren we, hoe vaak repeteren we, zijn de kosten aan verbonden en moet ik een redelijke stem hebben of moet ik heel goed kunnen zingen? Kun je daar iets meer over vertellen? Nou, hier wordt al aan één kant geknikt. Nou, een redelijke stem is meer dan voldoende. En zingen is plezier voor iedereen, denk ik maar. Dus als je een beetje overweg kunt met je stem, dan ben dus van harte welkom. Waar repeteren we? Elke dinsdagavond op het moment in de winterdag bij Judith van Weer thuis op de Witwensendijk. Van 8 tot 9:30. En de kosten zijn een eenmalige aanschaf van de eigen map. En over de rest van de maand zijn we nog eigenlijk een beetje aan het dubben of we dat wel of niet zullen doen. Dus de kosten vallen tot nu toe eigenlijk best mee. En het is gewoon een hartstikke gezellige groep van een 24 man. Wel heb ik zoiets als er mensen zijn die nog mee willen doen, een stop denk ik bij een 30, 35 man. Omdat ik dan de groep toch wel wat groot vind worden. Ja, het is voor mij ook nog wel wennen. En een 30 man denk ik, 35 hooguit. Een kleine bijdrage is natuurlijk altijd welkom. Nou, ik wil het eigenlijk hier maar laten, want volgens mij ben je heel zenuwachtig. Maar dat is ook heel goed, want de beste prestatie wordt geleverd als je zenuwachtig bent. Dus ik wens jullie eigenlijk, nu ben je nog alleen, de stoelen zijn nog leeg. En wens ik je gewoon heel veel succes. Natuurlijk mag je iets toe. Je mag het laatste woord. Hartstikke fijn. We hebben van onze nieuwe diaken Peter Broeders een brief gehad. Die ons succes wenst omdat hij er vanavond niet bij wilde zijn. Of niet bij wilde kon zijn. En we vinden dat hartstikke leuk en we hopen in de toekomst nog menigmaal met hem te mogen werken. Dus bedankt. Nou, dat is in ieder geval een heel leuk bericht. Ik zou zeggen succes en over een paar minuten gaan we eens kijken hoe dat het gaat. Bedankt. Dag. Thank you.
En dan is het nu tijd voor de rest van onze reclame. Wilt u ook adverteren bij Loes? Bel dan 60 1879 en daar weten ze zeker meer. Gebruikte auto met BOVAG-garantie en betrouwbare kilometers op de teller? Kom dan beslist eens kijken bij ons. Wij hebben een ruime keuze in gebruikte auto's. Kom eens langs en laat u vrijblijvend voorlichten. Wij maken graag tijd voor u. Ook voor uw reparaties en APK-keuringen staan wij graag klaar. Onze vakmensen repareren vakbekwaam uw auto en zorgen voor een perfecte aflevering met garantie. Niet voor niks zijn wij een BOVAG-bedrijf met zorg en aandacht voor uw auto. Onze naam van de Langenberg van Kuringen. U vindt ons aan de Leunensdijk in S. Dan 100 jaar een vertrouwd adres. Bakkerij van Grinsven. Dagelijks vers brood en een ruime keuze in gebak en aanverwanten. Al meer dan 100 jaar zorgen wij dagelijks voor uw brood. Dat doen wij met zorg en aandacht. Volgens een jarenlange familietraditie. Bakkerij van Grinsven, de warmste bakker van S. Voor kwaliteit die smaakt. En al meer dan 100 jaar. Bakkerij van Grinsven, voor uw dagelijks vers brood. Zanda uit S. Uw kantoor voor advies en administratie is het jaar 1998 met goede voornemens begonnen. Ook dit jaar kunt u bij Van der Zanden terecht voor uw advies en belastingzaken. Uw administratie door hun te laten verzorgen geeft u 1998 minder zorgen. Voor advies met betrekking tot geldzaken werken zij nauw samen met de Regiobank, want twee weten meer dan één. Ook voor leningen en hypotheken kunt u op de Dorpstraat in S terecht. Neem geen risico en speel het jaar op zeker met een op maat gemaakt advies door Bureau van der Zanden uit S. U weet wel, aan de Dorpstraat tegenover de Oude Molen. Kom langs of bel 60 19 30. U wordt altijd vriendelijk ontvangen. Bouwbedrijf Timmers Losmalen bouwt en verbouwt. Met moderne materialen maakt dit bedrijf elke ruimte naar wens. Projectmatig of naar eigen ontwerp, u mag het zeggen. Met vakmensen en kwaliteitsmaterialen heeft u de juiste combinatie. Bouwbedrijf Timmers Rosmalen. In een van onze eerdere uitzendingen lieten wij zien wat de kinderen aan het maken waren voor op het schoolplein. De kunstwerken zijn klaar en zijn ondertussen opgehangen.
Dit was het dan weer voor deze uitzending. U heeft gezien dat er weer van alles is gebeurd in Es. En onze medewerkers hopen dat er voor u ook iets interessants bij was. Volgende week krijgt u de herhaling. Maar let op, want die begint een half uur later. Vooraf kunt u kijken naar een programmaoverzicht van Loes. Voor vanavond bedankt voor het kijken en voor straks een welterusten.